Hey, het super leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jou. Vandaag ga ik je alles vertellen met betrekking tot dat ik weer terug naar school ga. Ik hoop dat je de video al leuk vindt. Doe in ieder geval een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben ik niet heb gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Ja, het is echt zo. Ik ga terug naar school. Ik ga de opleiding MBO 3 verkoopspecialist doorstroom doen. Oftewel advies en leiding in de verkoop via Hornbach. En ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb afgelopen dinsdag mijn eerste lesdag gehad. Ik had mijn rooster gekregen. En ik moest naar Utrecht voor mijn introductiedag. Dus ik, met mijn goede gedrag, naar Utrecht. Blijkt dus dat ik online les had via Teams. Oh, ik stond voor niks in fucking Utrecht. Maar ze hadden dus een mail gestuurd naar mijn schoolaccount. Maar ik had mijn schoolaccount dus nog niet geactiveerd. Dus ik heb heel die mail niet gelezen. Met dat ik geen les had in Utrecht. Maar via Teams. Super stupid. Ik had dinsdag een hele leuke vlog gestart. En ik dacht, ja, ik ga terug naar school. Laat ik mijn eerste lesdag gaan vloggen. Dat is een beetje anders gelopen. Want tot Utrecht Centraal heb ik gefilmd. En toen kwam ik op school aan. En toen dacht ik van, ja, ik hoor hier helemaal niet te zijn. Het was wel grappig, want ik liep daar gebouw binnen. En ik zag mijn oude docent staan. En ik dacht, hey Herman, grappig dat ik jou hier zie. Dat is mijn oude docent, Herman. Hij was mijn docent toen ik de MBO 2 opleiding deed via Kruidvat. En hij zegt, oh leuk dat je er bent, bla bla bla. Hij zegt, maar je staat helemaal niet op de leslijst. Ik zeg, op de leslijst? Waarom sta ik daar niet op? En toen kreeg ik dus te horen dat ik helemaal niet in Utrecht moest zijn. Maar dat ik via Teams les had. Maar ik had dus wel gefilmd. Alles wat ik heb gefilmd krijg je nu te zien. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 15 maart. En ik ben onderweg naar de bushalte. Het is 7:15. Want ik ga weer terug naar school. Ik heb vandaag mijn eerste lesdag. Ik ga de opleiding advies en leiding in de verkoop doen. Oftewel verkoopspecialist. Deze opleiding ga ik doen via Hornbach. En ik heb vandaag mijn eerste lesdag. Ik moet vandaag van 9:30 tot 4:30 denk ik naar school. Ik weet het niet precies. Omdat mijn eerste lesdag is. En geen idee. Ik moet hiervoor helemaal naar Utrecht. Gelukkig heb ik heel veel op afstand leren. Afstandsleren. Dat is gewoon via Teams. Dus dat scheelt. Maar vandaag is dus mijn eerste lesdag. En dan moet ik naar Utrecht. Dus ik ga nou richting de bushalte. En op naar Utrecht. Ik loop nu op Utrecht Centraal. Ik vind hier altijd zo'n dorp. Omdat er zoveel sporen zijn. En ik nooit weet waar ik heen moet. Maar ik moet nu naar de jarenbeurszijde. Daar moet ik overstappen op de bus. En dan moet ik nog een kwartier in de bus zitten. En dan nog 10 minuten lopen ongeveer. En dan ben ik op mijn eindbestemming. Ja, dat was dus. Ik was netjes op tijd. Ook gewoon. Ik was al 9:15 dat ik om 9:30 moest zijn. Dus ik was ruim op tijd. Helaas was ik daar voor niks. Want toen kon ik eigenlijk weer Lydia recta naar huis. Want ik moest gewoon les volgen via Teams. Ik heb toen in de trein les gevolgd via Teams. En toen na de hand gewoon lekker thuis. Over de opleiding. Ik ga dus de opleiding MBO 3 verkoopspecialist doorstroom doen. Dat is ook wel advies en leiding in de verkoop. Ik krijg dus een beetje. Ik ga eigenlijk leren voor leidinggevende. Een leidinggevende functie. Dat ik meer wat mensen sturing moet gaan geven op de werkvloer. En advies en leiding. Ja, mensen advies geven. De opleiding spreekt heel erg voor zich. Hij lijkt ook heel erg op mijn MBO 2 opleiding die ik heb gedaan via Kruidvat. Ik heb hem al een beetje doorgenomen. Ik heb al het lesmateriaal natuurlijk al ontvangen afgelopen dinsdag. Dinsdag was vooral introductie. Heel veel uitgelegd. Ook voor de nieuwe studenten die nog niet eerder via NCVB hebben gestudeerd. Want ik doe het via NCVB bedrijfsopleiding. En dat werkt net iets anders dan een normaal ROC. Maar voor mij was het eigenlijk al wel vanzelfsprekend. Want ik heb de
opleiding hiervoor ook via hun gevolgd. Een verkoper diploma op mbo 2 niveau. Dus ik weet hoe hun werken. Dus voor mij was er niet heel veel nieuws wat ze verteld hebben. En ja, ik vond het vooral vervelend dat het via Teams is. Want mijn laptop is niet heel snel. En ja, mijn docent die ging heel snel door alles heen. Dus dan was ik nog bij het vorige. En dan was mijn docent al bij het volgende. Dat vond ik vooral heel vervelend. Maar gelukkig was ik niet de enige die er last van had. En hadden meer klasgenoten daar last van. Ik heb een best wel grote klas. En die ga ik in mei in het echt ontmoeten. Voor de rest heb ik nu alleen nog maar online les. Ik ben heel, heel, heel erg benieuwd wat deze opleiding mij gaat brengen. Ik werk nog niet zo heel lang bij Horenbach. Ik werk daar pas vanaf eind november. Dus ik ken nog niet alles. Ik moet heel veel gaan doen. Wil ik de opleiding gaan halen. Want Horenbach werkt in afdelingen. En ik sta op afdeling gereedschap ijzerwaren. Het is een hele leuke afdeling. Daar heb je eigenlijk alle boormachines. Eigenlijk gewoon alle machines wat je nodig hebt om aan je project te werken. IJzerwaren, schroeven, spijkers, boutjes. Noem allemaal maar op. En wij hebben ook nog een stukje deurbeslag en schoonmaakmiddelen. En U-profielen wat op de afdeling vinden. Eigenlijk alles wat met gereedschap en ijzerwaren te maken heeft. Vind je bij ons op de afdeling. Dat betekent dat ik echt alleen de verkoopgesprekken doe. Eventueel een order bestel voor een klant. Presentaties maak. Maar geen kassa doe. Ik doe geen retouren. Ik doe geen goederenontvangst. Want dat niet bij ons in de afdeling hoort. Dus ook de kassa. Ook de retouren. Ook de goederenontvangst. Moet ik dus naast mijn afdeling ook gaan leren. Dat wordt best wel even pittig, denk ik. Ik ga ook de heftruck doen. De knikheftruck, de bendy. Daar heb ik over 2 weken een cursus voor. Dus ik moet heel veel gaan doen. Wil ik deze opleiding gaan halen. Mijn opleiding die duurt zonder vakanties meegerekend 8 maanden. Hij duurt van 14 maart 2022 tot 21 februari 2023. Het is eigenlijk in een jaartje moet ik heel veel gaan stampen. Kassa, leiding gaan geven, goederenontvangst kunnen. Retouren, eigenlijk alles wat erbij komt kijken in de winkel als leidinggevende, teamleider, bedrijfsleider. Hoe je het wil noemen, moet ik een beetje kunnen. Ik hoef echt niet alles te kunnen, maar wel in grote lijnen moet ik dingen kunnen. En omdat ik ook niet zo heel lang werk, is het voor mij nog heel erg zoeken. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik zus doen? Hoe ga ik zo doen? We hebben best wel een kleine afdeling. Er zijn heel veel. Vooral heel veel mensen met wie ik werk, die er ook al langer werken. Dus dan is het toch lastiger om aan die leiding, opdrachten te moeten geven. Omdat die veel langer in dienst zijn dan mij. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik moet gewoon een beetje zoeken. Ik hoop dat ik het ga halen. Want ik moet ook Engels examen gaan doen en zo. En mijn English is not so very good. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er wel super veel zin in. En ik ga dus de opleiding verkoopspecialist, advies en leiding in de verkoop doen. MBO 3 niveau via Horenbach. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga jullie gewoon een beetje meenemen binnen mijn opleiding, in mijn opleiding. Hoe en wat ik dingen ga doen. Dus er komt denk ik een nieuwe schoolserie aan. Ik moet nog een beetje kijken hoe ik dat ga ontwikkelen. Maar ik vind het wel leuk. Want ik deel mijn leven natuurlijk. Een deel van mijn leven op YouTube. Vind ik het wel leuk om ook mijn school daarbij te pakken. En wat ik doe, hoe ik het doe. Om jou daar een beetje in mee te nemen. Ik weet nog niet hoe ik het precies ga doen. En hoe en wat. Maar dat komt vast helemaal aan orde. Dat ga je van eigen zien. Ik hoop dat je net zo enthousiast bent als ik. Dat ik weer naar school ga. Dat ik weer iets ga leren. Niet dat ik hiervoor niet leerde. Maar op een andere manier natuurlijk. Echt leren met een doel. Ik ga mijn opleiding halen. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jij ook dat ik jou mee ga nemen. Ik hoop nu dat je de video leuk vond. Doe dan vooral een duimpje omhoog. Geniet te abonneren op mijn kanaal. Hier wanneer je het niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jou zie bij de volgende video. Doei doei!